Welkom, sneak peek, Gerengracht nummertje 12, centrum van Leiden. Kijk, gemeentelijk monument. Stamt ook uit 1750 het huis. Ja, je zag net al het eerste shot, heel gaaf zo bovenop dat tuitgeveltje of in dat tuitgeveltje nog net zo'n ouderwets luik. 2012 gemoderniseerd, luxe, perfect onderhouden. Achtertuin, locatie top. Ik zie je zo binnen, want ik sta te popelen om dingen te vertellen. Of vooral te laten zien. Tot zo. Nou ja, en welkom binnen natuurlijk. Hele hoge plafonds. Dat is echt heel gaaf van dit huis. En het is allemaal in 2012 gemoderniseerd. Dat houdt in. Gladgestuukt. Betonvloer. Geen gedoe met hout, geen gedoe met vocht. Lekker betonvloer. En weer terug hier naartoe. Serieuze lichtpartij aan de voorkant. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de achterkant. Dat gaan we zo zien. Ook heel gaaf. Dit is natuurlijk gemeentelijk monument. Hè? Dus we mogen kozijnwerk technisch. Mag allemaal niet zo heel veel veranderd worden. Dus ze hebben vette voorzetramen. Ook voor de isolatie. Want we hebben ook geen energielabel. Want een monumentaal pand heeft geen energielabel nodig. Maar het is wel goed geïsoleerd hier. En dat ga ik laten zien bij de bezichtiging. Trap. Zien we zo. Deze kant hier. Er is ruimte. Grote eettafel. Grote kast. Zithoek heb je net gezien. En wat leuk is, dit soort dingen zitten er ook gewoon nog in. En dit maakt natuurlijk echt, hè, die originele details, maakt het wel helemaal af. Openstaande deuren. Richting de achtertuin. Maar dat doen we natuurlijk altijd als laatste shot. In dit geval doen we het ook weer. Ik loop even naar de keuken toe. Ja, keuken, wat kan ik ervan zeggen? Hij is weliswaar 11 jaar oud. Maar ik zie zelden dit soort keukens van 11 jaar die er zo uitzien. Het is helemaal van nu, hè? Hardstenen blad. Voorzien we allemaal apparatuur. En hij is gewoon breed. Lekker veel werkruimte hier om te snijden en wat dan ook. En toch, omdat hier geen deur in zit, heb je de connectie met de woonkamer. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik ga lekker naar boven, dus ik zie je daar zo. Nou ja, en welkom dan uiteraard weer op de eerste etage. Twee slaapkamers. Badkamer en toilet. Het gave hier is de details. We zien het spand aan deze kant. Gaan we zo ook zien aan de andere kant. Maar heel gaaf is ook, omhoog daar, zien we dat luikje. Wat ik zei toen we nog buiten stonden. Bij de welkom, sneak peek. Dat luikje. En weet je, het hoort. Dit soort ramen. Ze zijn niet meer van 1750 hoor. Want dan hadden ze al lang uit elkaar gevallen. Maar ze zijn gewoon tussen haakjes nieuw. Schuiframen. Super gaaf. We gaan die kant op. Niet vergeten. Hier. Tweede toilet. En dat in zo'n type huisje met ongeveer 75 vierkante meter woningoppervlak. Heb je toch een tweede toilet boven. Zie je niet zo heel vaak. Deze kant. Badkamer. Zoals je ziet. Douche. Rechts een wastafel. Handig dat er wel een raampje zit voor de ventilatie. En de wasmachine met een droger met erop. Gewoon lekker handig om je was te vouwen. Niet onverstandig. Deze kant op. En ook hier, we hebben weer ruimte. Mega groot bed, breedte, lengte. Shutters, die zijn niet ouderwets hoor, die zijn nieuwer. Maar het hoort er wel bij. En ook hier weer, dit soort type raampjes. Ook enkel glas met opties om hier dus een voorzetramen voor te plaatsen. Maar ja, zijn we ervoor gekozen om het hier niet te doen. Omdat dit geeft gewoon de sfeer. Kijken we weer even de andere kant op, zien we weer direct wat spant. Het is gewoon een huisje met zoveel details. Maar dat is het Wevershuisje in Leiden. Ik ga naar de tuin, ik zie je zo daar. Ja, normaal ga ik dan even zitten en zo, dat soort dingen. Maar het is natuurlijk nu herfst, het is half november. En dan leg je buiten natuurlijk geen kussens neer. Dus dat doen wij ook niet. Maar wel relaxed dat je hier gewoon kan chillen, zoals dat tegenwoordig heet. Vuurkorfje, ook grappig. Maar toch, voor dit type huisje heb je een behoorlijk achtertuin. Hij is ongeveer 25 vierkante meter. Met schuur van 6 vierkante meter. Achterom, ook niet heel onbelangrijk. En wat ik toch nog even wilde zien, en dan moeten jullie even deze kant op komen. Daar zie ik meer. En dan gaan we die kant op draaien. En dan wil ik eventjes gewoon vooral toch maar weer die geveltjes aan de bovenkant. Zo het hele rijtje die kant op, als die kant op. Dat maakt toch echt wel de ouderwetse Gerengracht uit, nou ja, 1750. Ik heb nog wat leuke oude foto's gevonden online. Dat gaan jullie straks bij de presentatie ook zien. Ik zie jullie graag heel snel. Gerengracht 12 in Leiden. Hartjescentrum.
Hoogvliet, zonder dat ik bij deze reclame maak. Plantsoen, singles, is allemaal op loopafstand. Tot snel. Dag!